Dan zul je realiseren dat angst gewoon echt totale bullshit is. En er is weinig ruimte voor gevoel. Ja. Er werd na een actie zelden gevraagd van oké, hoe voelde dat je dat deed? Of hoe voelde het toen je beschoten werd? En wat is zo belangrijk om uit die comfortzone te gaan? Die wereld is ook best een ego-gedreven wereld. Geloof echt dat je alles kan. Welkom op Inspiratie bij Mijntips.nl. Mijn naam is Jan Dekker en tof dat je luistert naar deze podcast. Vandaag ben ik op inspiratie bij Niels Roest, die deze uitzending gaat vertellen over special forces technieken die jij in dagelijkse leven kunt gebruiken. Blijf dus vooral luisteren, klik gelijk even op abonneren, zodat we samen nog meer mensen kunnen inspireren. Wat zouden mensen kunnen leren van jouw achtergrond als commando in een dagelijks leven? Ja, ik denk dat allereerst Jan, dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Ja. Het is voor ons een hele spontane ontmoeting. Zeker weten, zeker weten. Volgens mij hadden we een paar dagen geleden pas contact gekregen en nu zitten we hier al samen. Dus ja. Vind ik vaak de leukste momenten. Ja, absoluut. Zo lekker spontaan. En ja, klopt inderdaad. Ik heb een achtergrond bij Defensie en ook bij politie. En veel mensen denken aan de commando's als ze horen special forces. Maar er zijn meerdere speciale eenheden binnen de overheid. Ik kom zelf bij de brigade speciale beveiligingsopdrachten vandaan. Dat is een speciale eenheid van de marechaussee. Eigenlijk helemaal niet zo bekend. Wat die eenheid doet is eigenlijk meerdere takken. Ze hebben een persoonsbeveiliging tak, ze doen wat met observaties en ze hebben een arrestatieteam. Ja. En die eerste en die laatste die heb ik daardoor lopen. En later heb ik gewerkt bij een arrestatieteam van de politie in Amsterdam. En volgens mij al met al is dat van 2004 tot en met 2015 geweest. Zo, dat is een beste tijd. Ja, prachtige tijd. Ja, wat vond je het mooist? Het arrestatieteam is toch wel het werk wat mij het meest heeft uitgedaagd. Hoewel ik ben ook uitgezonden geweest naar het buitenland. Ja. Landen zoals Afghanistan, Pakistan en Irak. En dat zijn ook hele bijzondere ervaringen geweest. Wat vond je bijzonder in zo'n oorlogsgebied? Ja, wat mensen elkaar aandoen. En kun je iets heftigs beschrijven? Nou, ik heb zelf een aantal aanslagen ook meegemaakt. Dus ik ben beschoten en we zijn aangevallen door allerlei verschillende dreigingen van buitenaf. Zo. En dat is heel spannend. Aan de andere kant ben je supergoed getraind. Dus je handelingen zijn automatisch ook goed. Tenminste, zo heb ik dat zelf ervaren. Dat vond ik ook wel geruststellend en ook wel tof om te ervaren ergens. Ja. Maar nu, weet je wel, in hindsight, dus met terugwerkende kracht, denk ik, waarom deed ik dat? Weet je wel? Ja. Waarom was ik daar? En voor wie? Ja, en hoe kijk je daar nu op terug? Nou, omdat ik ben nu de hele andere kant op geslagen. Dus veel meer, veel bewuster aan het leven. Ik ben met yoga in aanraking gekomen. Heel veel zelfonderzoek aan het doen. En als je dat doet en je stelt jezelf de juiste vragen en ook kritische vragen, dan kom je ook op stukken waarvan je je afvraagt van ja, oké, ik deed dat toen, weet je wel. En het is een heel gewelddadig gebied. Er wordt heel veel geweld gepleegd. Oorlog is sowieso heftig. Ja. Heftig om te zien, ik denk zowel van buitenaf als dat je erin zit. En nu vraag ik me af, want nu probeer ik zo geweldloos mogelijk te leven. Ja. Niet alleen in mijn doen en laten, maar ook in communicatie en zo. Dus ik vraag me dan af, ja, weet je wel, waarom deed ik dat zo? Of waarom doen mensen überhaupt, waarom gebeurt dat? Waarom is er überhaupt oorlog? En heb je daar al een antwoord voor jezelf op kunnen vinden? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Vertel. Nou ja, ik ben er nu achter gekomen dat we leven hier in een wereld van dualiteit. Ja. Ja, dus alles heeft een tegenpool. Ja. Dus zonder vrede is er geen oorlog. Maar zonder oorlog kan er ook geen vrede zijn. Dus. En ik denk dat de uitdaging is om alles in balans te krijgen. En natuurlijk zoveel mogelijk streven naar vrede. En inmiddels ben ik er ook van overtuigd dat dat echt begint in jezelf. Ja. Dat is ook de reden waarom ik samen met mijn compagnon ons huidige bedrijf ben gestart, Unlimited You. Dat gaat ook echt over jezelf. Persoonlijk leiderschap noemen we dat. Maar dat is ook echt, dat begint ook echt bij jou. Ja, en zijn mensen zelf hun grootste obstakel? 100%. En hoe zie je dat? 100%, want ik ben na mijn tijd bij politie, ik ben of 1 januari 2015 ging ik weg. Toen ben ik gaan ondernemen. Heb ik met een andere compagnon een prachtig bedrijf opgezet in de revalidatie. Ja, revalidatiesucces heette dat. En dat ging hartstikke goed. Ging hartstikke hard. Veel te hard.
Ja. We waren heel gepassioneerd in wat we deden, maar ik was zelf nog geen ondernemer, weet je wel. Dat heb ik gaandeweg geleerd met vallen en opstaan. Maar op een gegeven moment viel ik heel hard en moest ik faillissement aanvragen. Ja, ja. En wat deed dat met je? Dat je een bedrijf hebt gestart en je moest ineens faillissement aanvragen? Ja, ja, dat is een ingewikkeld antwoord. Het heeft mij heel erg beschadigd. Ja. Vertrouwen in de mens is beschadigd. Vertrouwen in mezelf is beschadigd. En ik ben in die periode ook een paar maanden daarvoor, ja, noem het toeval, ik geloof er niet in toeval. Maar een paar maanden daarvoor zag ik een advertentie in een blaadje, ook in Noord-Holland, vlakbij Bergen. Er was een huisje te huren in Schoreldam. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga erop reageren. En toen ben ik daar terechtgekomen en die verhuurder van het huis had ook daarboven dus een yogastudio. Zo ben ik in aanraking gekomen met yoga. Ah, okay. Dus hij werd mijn yogaleraar en hij was ook mijn verhuurder. Ja. Daar heb ik ook mijn huidige vriendin leren kennen. En het was die periode dat ik dat ook dat bedrijf moest stoppen. En dat heeft me heel veel pijn gedaan, omdat je jarenlang bouwt aan iets en ploetert en doorgaat. En in de veronderstelling bent dat je, tenminste dat had ik zelf, ik was voor iedereen in mijn team bezig om het voor hun zo goed mogelijk te maken. En ik vergat mezelf. Ja. Weet je wel? En ik betaalde mezelf wel goed uit. En ik had een hartstikke mooie auto. En ik had, weet je wel, ik had een bepaalde status. En dat lijkt dan allemaal heel wat. Ja. En toen ik met die yogaleraar in gesprek ging, want ik woonde daar natuurlijk ook, weet je wel. Dus ik dronk bijna elke dag koffie met die man. En hij heeft me zoveel geleerd. Ik noem hem ook mijn guru. Ja. Het is gewoon een Nederlandse man. En zijn guru is wel een man uit India. Shamsi Bhatnagar heet hij. Maar mijn yogaleraar die leerde mij dat alles mijn eigen toedoen is. Ja, klopt. En dat was, weet je wel, naast de shock van dat je hele imperium ziet instorten en dat je alles kwijtraakt. Want ik was alles kwijt, weet je wel. Mijn bedrijf, mijn vrienden die in het bedrijf zaten, was ik kwijt. Mijn droomauto was ik kwijt. Ik had geen geld meer. Best wel confronterend. Alles was weg. Ik stond helemaal op nul. Ja. En dan kom je bij zo'n man en dan helemaal in verdriet, weet je wel. En ook gefrustreerd en boos en al die emoties gaan door elkaar. En dan zegt hij, ja, mooi hè. Zo'n ervaring. Hoezo, weet je wel? Hoezo? Hij zegt, ja, mooi. Hè? Hij zegt, je kan het hebben over die en je kan het hebben over die. En dat is hun karma, hun acties zijn hun toedoen, weet je wel? Maar dat is niet van jou. Hij zegt, maar eigenlijk heb je alles zelf veroorzaakt. Nou, dat heb ik... Het heeft maanden geduurd voordat ik dat heb weten te verteren. Hoe dat dan, hoezo is het allemaal mijn toedoen, weet je wel? Noem het mijn schuld, maar ik vind schuld niet zo'n... lekker woord, dus... Nee, er is niets goed, er is niets fout. Dat kun je achteraf pas stellen. Precies, precies. Dus hij zegt van, joh, het is allemaal je eigen toedoen. En daar ben ik dus op gaan mediteren. En hij leerde me van, ja, mediteren is niets anders dan nadenken over alles. Ja, omdat inderdaad alle gedachten uit je onbewuste naar boven komen. Precies, ja. Precies. En al die oude patronen en oude triggers worden daarin meegenomen. En toen kwam ik tot de conclusie, ja, ik heb inderdaad zelf die keuzes allemaal gemaakt... Ik heb er zelf voor gekozen om te gaan ondernemen. Ik heb zelf mijn compagnons uitgekozen. Ik heb zelf het pad gekozen waar ik in ben gegaan. Ik heb het allemaal zelf gedaan, weet je wel. Ja. En dat vond ik echt een hele heftige indruk. Maar toen ik eenmaal door dat slijk heen was en ik begon weer omhoog, echt, en dat was voor mij letterlijk licht weer zien, weet je wel. Echt weer. Want ik was moe, jongen. Ik lag helemaal voor pamps op de bank, overdag bijslapen. En hoe kon je eruit komen uit die moeheid? Gewoon rusten. Ik had ook luisteren echt... naar je lichaam. Ja, ja, maar ik kon ook niks, Jan. Ik was ook echt zo moe, jongen. En ik leerde Jasmijn kennen in die periode. En zij werkte gewoon, godzijdank. Ja. Dus mede dankzij haar, weet je wel, kon ik ook gewoon nog eten. En het klinkt allemaal heel ernstig. En de huur betalen en zo. Maar zij heeft me dan geholpen, samen met mijn yogaleraar dan. En het enige wat ik deed was, want in 2018 was het een prachtig zonnig jaar. Het was volgens mij van april tot en met november zonnig. Ja, absoluut. Dus ik ben heel veel buiten geweest, heel veel in de zon geweest, heel veel gewandeld, gefietst, in de natuur. En maar die contemplatie laten gaan door mijn hoofd, weet je. En maar nadenken. En ja. Gezond eten, dat deden we dan wel heel, heel bewust en ook een beetje gedwongen. Alleen maar biologisch en gezond eten. Weet je, de drie R's waar alle oma's het over hebben. Rust, reinheid, regelmaat. Exact dat, ja. Exact dat. Ja, dat is toch wel een goede boodschap van ze. Ja, als kind denk je van, nou, wat is het allemaal? Ouderwets gezwets. Ja, klopt. En ze hebben gelijk.
Heb je dat nu nog steeds, die rust, reinheid, regelmaat? Of spring je af en toe nog wel eens uit de band met een biertje of een, iets anders? Ja, toen ik begon met yoga, ik ben een type, ik duik er helemaal in. Dus ik ga er 100% voor. Dus dan doe en laat ik ook alles wat er voor nodig is. Dat zeiden we ook altijd in Revalidatiesucces. Van we doen wat nodig is, weet je wel, om je te helpen. Nou, dat doe ik dus ook zelf. Ik doorleef ook alles zelf voordat ik iets aan iemand anders vertel of uitleer. Ja. Dus dat betekent, in die fase heb ik geen alcohol aangeraakt, weet je wel. Ik rook al jaren niet meer, daarvoor al niet meer. Niet meer schelden, weet je wel. Taalgebruik. Ja, dus echt, maar echt super, super bewust, weet je. Elke dag met die asana's bezig zijn, hè, die yoga houdingen en de yoga zelf bestuderen. Want ik deed dan Ashtanga yoga, dat heeft dan 8 paden. En er hoort dus ook meditatie bij, maar ook die asana's, maar ook de bepaalde gedragingen die je wel doet of die je juist niet doet. Ja. Zoals geweld plegen of twijfelen. Dat noemen ze dan dat is de meest fijne vorm van geweldpleging, is twijfel. Okay. Als je twijfelt, pleeg je geweld op jezelf. En een yogi pleegt geen geweld, maar ook niet op zichzelf. Niet op anderen, niet op zichzelf. Dus. Ja, die vertrouwt op zichzelf. Ja, en niet op iets groters eigenlijk. Ja. Weet je wel? En daarna kunnen we onszelf afvragen, wat is het verschil? Ja. Maar ja, heel bewust inderdaad. En ik heb een jaar intern gezeten tussen aanhalingstekens bij hem. En toen zijn we op wereldreis gegaan. Ja. Daar waren we aan toe. We gaan even lekker weg. Ja. En dan vind je je eigen weg. En inmiddels, weet je wel, als het lekker weer is en we zitten op het strand, dan drink ik graag een biertje. Want ik denk dat als je het niet doet, als ik het niet zou doen, dan zou het dogmatisch worden. Ja, ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Dan word je verplicht van jezelf om het niet te doen. En dan wordt die controle heel erg groot, waardoor je het uiteindelijk opkropt als het ware. En dan komt er in één keer een uitspatting, omdat je het continu onder controle hebt moeten houden van jezelf. Precies, dat is net als een drukvat, hè? Ja. Je probeert die deksel erop te houden, maar op een gegeven moment is de druk te groot en dan krijg je die uitspatting. Ja, daarom de balans. Ja, dus ik vind het gewoon heel fijn om nu gewoon heel bewust die keuze te maken van ja, nu wel of nu niet, weet je wel. En waarom dan wel of waarom dan niet. En dan zie je in het moment, zie je dat wel. Ja. Ja. Ja, en dat is leven, weet je wel. En ik durf meer en meer mezelf over te geven aan het grotere, want we kunnen als mens denken van oh, we hebben alles onder controle. Ja. Ik regel alles zelf in mijn eigen leven. Maar misschien is dat wel een illusie. Ja, dat is de vraag, hè? Waar komt alles vandaan? Want misschien is het wel zo dat als je alles loslaat, dat er iets groters, en ja, je kan het een naam geven, weet je, sommige mensen noemen het God of Allah of bewustzijn of universum of whatever. Maar ik heb gemerkt dat als je daarnaar kijkt en je geeft je daaraan over, dan komt het ook goed. Ja, dat je vertrouwt op je 100% overgave. Ja. Nou, dat is ook een van de gedragingen in yoga dan. 100% jezelf overgeven aan dat wat is. En ik heb gemerkt, want ik heb dat beoefend, dat je gewoon nog eten hebt. Dat je gewoon nog water kan drinken. Dat je een dak boven je hoofd hebt. Ja. Ja, ik herken wel heel erg die balans waar je het over hebt. Zelf hadden we het net voor dit gesprek al over onze wereldreis die we allebei hebben gedaan. Zelf ervaarde ik die balans ook heel erg, omdat er is geen noodzaak van moeten, hè, weinig verplichtingen zijn er meer. Daarvoor kon ik in het weekend wel vaak een biertje drinken met mijn vrienden. En toen ik uit die setting was, toen merkte ik dat ik eigenlijk alcohol helemaal niet nodig had. En tijdens onze reis eigenlijk, het is misschien op één hand te tellen hoe vaak ik een biertje heb opengetrokken. Gewoon tijdens spontane momenten gebeurde dat. En ik heb me daar helemaal prima bij gevoeld. En nu ik thuis ben, heb ik ook niet meer de behoefte om elk weekend per se een biertje open te moeten trekken. En kijk ik ook gewoon hoe ik me voel, hè? Wat is de balans. Maar dat er geen druk meer op zit, geen controle. En je kijkt gewoon hoe je in het moment zit. Ja, vind ik wel een mooie wat je vertelt. Als we even teruggaan naar je yoga. Stel nou dat jouw mate van defensie ineens zouden horen van hey, Niels die doet nu aan yoga. Hoe zouden zij daarop reageren, denk je? Ik zal je sterker vertellen. Binnen het AT in Amsterdam. Ja? Als ze dit horen, gaan ze lachen.
Iedereen heeft een neventaak. En een van mijn neventaken was dat ik de jongens fysieke training gaf. Ja. Dus ik regelde alle sportlessen en dat soort dingen. Maar het ding is, het AT-werk is super intensief. Het is, de werkdruk is enorm. Kun je vertellen wat het AT-werk precies is? Het werk van het lid van een arrestatieteam. Okay, dus arrestatieteam is afgekort AT. Ja, precies. Dus die leden daarvan, die werken ontzettend veel. We hadden meer dan 400 inzetten per jaar. Dus dat is gemiddeld eentje per dag. Maar soms had je er 3 op een dag en dan een dag niks. Weet je wel, dat fluctueert enorm. Maar die 3 op een dag kan resulteren in 36 uur of langer wakker zijn. Ja, zo. Weet je wel? En dan momenten daarvan heel lang in een busje zitten wachten. Een uur of 4, 5, soms 6, weet je wel. En dan, ja, wat eet je dan? Even een marsje of een snickertje, weet je wel. En als de actie dan klaar was na 36 uur, dan waren we er klaar en dan even sporten. En ik chargeer het een beetje hoor. Dan gaan we sporten, maar dan maximaal CrossFit. Ja. Weet je wel? En, dan, ja. En ik vroeg me altijd, ik mag ook intuïtief dacht ik van, dit is toch niet goed, weet je wel? Uitgeblust. Je bent al moe en dan ja. Ga je ook nog meer stress toebrengen aan je fysieke lichaam, omdat je, ja, dat is dan, we dachten dan dat dat belangrijk was of dat je daardoor dan fit blijft of zo, weet je ja. Wel? Maar met terugwendende kracht. Dus op een gegeven moment probeerde ik, ik weet nog heel goed ook, dat we gingen vaak hardlopen en op een gegeven moment stelde ik voor om een rondje een keer andersom te lopen. Ja. Nou, dat ging hem niet worden. Heel veel weerstand. En ik weet ook nog goed dat we weer wilden crossfit. Ik zei, jongens, is het niet een idee als we gewoon even een uurtje gewoon gaan liggen, weet je wel? Of een beetje yoga-oefeningen doen. Ik werd bijna door de mangel gehaald, jongen. Wat? Nee, echt niet. We gaan lekker knallen. We gaan even pompen, rammen, weet je wel? Zo ging het toen. Dus ik denk dat ik te vroeg was. Ik heb het dan over 2013, 14, weet je wel. Volgens mij was ik net te vroeg. Ja. Maar nu zijn ze daar, wat ik hoor, hè, want ik heb nog contact met een paar. Wat ik hoor, zijn ze daar nu wel bewuster mee bezig. Ook de opleiding is daarop aangepast en het operationeel is daarop aangepast. Oh, wat tof. Ja, en ik zie ze niet allemaal in de yin-yang houding zitten hoor. Maar, op hun manier. Ik stel me zo voor dat ze er gewoon beter over na zijn gaan denken en er ook daarna handelen. Ja, want bij Defensie is het vaak, zeker waar jij in hebt gezeten, dat het allemaal volgens een bepaald kader moet. Je wordt veel gewezen op wat je fout hebt gedaan. Ja. Misschien creëer je daardoor minder vertrouwen in jezelf of minder verbinding. Zou dat een negatief effect op je kunnen hebben, omdat je alleen maar op negativiteit wordt gestuurd? Hmm. In het moment heb ik dat wel zo gedacht. Na elke actie werd er bijvoorbeeld ook geëvalueerd en er werd heel veel gekeken naar wat er beter moet voor de volgende actie. Ja. Want tijd om te trainen hadden we niet, want er was al zo weinig tijd. Dus we deden training on the job. Dus elke actie wordt dan echt heel goed bekeken. Wat was je rol? Wat deed je? Waarom deed je dat? Etcetera. En er werd heel veel gekeken naar dus het negatieve. Maar als je het me nu vraagt, dan is het gewoon, dat is gewoon een ervaring geweest die ik heb. Weet je wel? Daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Over mezelf ook. En als ik er nu aan terugdenk, dan was ik al helemaal niet in verbinding met mezelf toen ik daaraan begon. Nee. Ik was juist heel erg bezig om anderen te laten zien wat ik allemaal kon. Ja, precies. Meer met je geconstrueerde ego. Juist, precies. Maar ook mijn ouders willen bewijzen van, joh, ik kan het wel, weet je wel. Want ik ben met school gestopt in mijn 10e jaren. Ik heb verschillende opleidingen gedaan. En op een gegeven moment dacht ik dat ik het gevonden had in de IT. Nou, op een gegeven moment zat ik in de les logistiek. En toen, ik vroeg mezelf af, wat de F doe ik hier, weet je wel? Wat doe ik hier in godesnaam? Ja. Ben ik de les uitgelopen, ben ik weer gaan tafelvoetballen en wiet roken. Weet je wel. Op een gegeven moment kwam ik thuis te zitten en toen ging ik gamen, non-stop gamen. En daar vond ik mijn nieuwe vrienden, allemaal online. Okay. Dan heb ik het over, toen was ik 19 of zo, dus dat is al 20 jaar geleden. Ja. En ik ben toen letterlijk door mijn ouders vandaan geplukt. Ze van, nou, dit gaat hem niet worden, Niels, hier kun je geen geld mee verdienen. Dus je gaat nu werken. En zo kwam ik bij de marechaussee terecht en uiteindelijk bij die speciale eenheden, want toen ik dat zag, dacht ik, ja, dat is het. Weet je wel? Toen voelde ik die passie. Ja. Maar ik was helemaal niet in verbinding met mezelf, joh. Nee. En ook niet met anderen. En die wereld is ook best een ego-gedreven wereld. En dat moet ook, want je moet presteren, weet je wel. Je moet op het hoogste niveau presteren. Dus je bent ook echt een mannetje. Ja, het zijn allemaal haantjes. Ja, het zijn allemaal alfamannen. Ja, ik herken wel wat je zegt. Op Aruba ben ik docent geweest. En er wonen ook heel veel mariniers. En dat waren inderdaad heel veel dezelfde type gasten. Allemaal haantjes, veel schreeuwen, zichzelf laten zien. Ik moet zeggen, er waren wel wat uitzonderingen waar je echt
nou ja, soms wel de diepte mee in kon gaan. Want over het algemeen bleef het vrij oppervlakkig. Dus ik vond het wel een toffe ervaring om even goed het onderscheid te kunnen zien. Dat niet iedereen precies zo is. Hoe heb je dat zelf ervaren? Vind ik lastig om daar antwoord op te geven. Want het is misschien een bepaald type mens. Of het is juist het ego, weet je wel. Nou, het ego is heel erg van het presteren en status. En er is weinig ruimte voor gevoel. Ja. Er werd na een actie zelden gevraagd van... Oké, hoe voelde dat je dat deed? Of hoe voelde het toen je beschoten werd? Of hoe voelde het toen je een klap kreeg of een klap uitdeelde? Of whatever. Dat is er niet, weet je wel. Nee, dus daar zal wel nog wat winst op te behalen kunnen zijn. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En ik denk dat nogmaals, dat ego, weet je wel, en dat type alpha man, dat moet je ook hebben voor dat werk. Ja. Want anders, weet je wel, als het allemaal te gevoelig wordt, en dan wordt het een ene grote praatclub. En dan. En ze gaan misschien te veel nadenken over de acties die ze moeten volgen. Hè. Is dit wel correct wat we nu aan het doen zijn? Is diegene echt zo slecht? Of wordt het maar aangepraat? Ja, als je die kant op gaat, dan denk ik dat je gauw ontslag neemt. Ja, dat dacht ik dus al. Maar ik heb dat weinig ervaren. En ik heb dat in het team later, en dan heb ik het weer over het team bij de politie, heb ik het wel geprobeerd, want er heerst een ontzettende kloof tussen kaderleden en de werkvloer. En iedereen vond wat van elkaar. En ik heb in 2011 op een zeker moment geprobeerd om dat bij elkaar te krijgen. Maar ja, dat is, dan kom je tegen zoveel dingen. Je loopt tegen zoveel dingen aan zoals cultuur en verschillende type mensen en eigen belangen. En dat is zo'n weerwar. En komt dat ook omdat bepaalde mensen niet de ervaring hebben of van het kader of van de werkvloer? Nou, iedereen van het kader komt van de werkvloer. Oké. Dus dat is wel... maar ik ben zelf geen kaderlid geweest, maar ik kan me zo maar voorstellen dat je denkt op de werkvloer van, nou, als ik kaderlid ben, dan doe ik het zo en zo en zo. Ja. En als je daar dan zit... Ja. En je krijgt met andere belangen te maken en andere partijen te maken, dat je toch ook impopulaire keuzes moet maken, weet je wel. En, ja. Maar dan valt en staat het gewoon met hoe breng je dat naar de rest van de groep. Ja, ik denk dat ik de juiste manier van communicatie, dat ontbrak. Ja. En want als dat ontbreekt, is er ook geen begrip. En als dat er niet is, is er geen acceptatie. En als dat er niet is, dan heb je een angstcultuur. Ja. En daarom is het misschien ook echt een top-down cultuur van zo moet het. Oh, en zo gaan we het doen. Ja, het is heel hiërarchisch, ja. Ja. En wat zijn de dingen die je wel hebt meegenomen van bijvoorbeeld de Special Forces? Dat je denkt van, hier heb ik echt wat aan gehad. En dit steek ik ook in met bedrijf, uit mijn comfortzone. Zo ga je om met angsten. Ja. Wat zou je daar meer over kunnen vertellen? Ja, dat is een mooie wat je nu zegt. Want de combinatie van door je angst heen gaan als lid van een speciale eenheid... plus yoga, want met yoga leer je dat eigenlijk alles in jezelf zit. Dus als je angst voelt, dan is dat ook, dat bestaat niet buiten jezelf, dat zit in je. Ja. Dus wat ik mee heb genomen is doortastend optreden. Altijd doortastend zijn, weet je wel. En domineren op de momenten dat het kan of moet. En dan de manier waarop, weet je wel, dat kan heel erg alpha zijn, maar dat kan ook juist in die underdog rol zijn. Ja. Gewoon om je doel te bereiken. Dat heb ik meegenomen. Creatief denken. Het lijkt, weet je wel, je kan het zien als heel hiërarchisch, waarbij die top-down approach wordt toegepast en wordt gezegd van zo gaan we het doen. Maar ik heb meer ervaren binnen de clubjes van speciale eenheden van oké, dit is je opdracht. Voer het uit, weet je wel. En jij mag zien hoe. Ja. En daar word je heel creatief van. Dus creativiteit heb ik ook meegenomen. Nou, initiatief nemen heb ik meegenomen. Hoe samenwerking, dat is echt een communicatie daarin, rode draad. Ja. Dat zijn voor mij hele belangrijke aspecten die ik heb meegenomen in mijn eigen leven. En die wij nu ook in het bedrijf doorborduren, zo gezegd. En hoe integreer je die communicatie in jouw bedrijf, zeg maar? Nou, wat ze bij ons komen doen, als ze bij ons komen trainen, dan gaat het over persoonlijk leiderschapontwikkeling bijvoorbeeld. En dan zijn ze een dag lang lid van een speciale eenheid. Dus ze krijgen allemaal hetzelfde tenue aan en een helm op en een koppeltje om en een brilletje op ter bescherming. En dan zetten wij ze in bepaalde scenario's nadat we een aantal dingen hebben aangeleerd. Dus ze leren bij ons een paar vaardigheden aan. Heel simpel, heel bazaal. Weet je wel? En daar kun je al heel veel uithalen. Ja. Maar daarna zetten we ze in een scenario. Dat doen ze eerst in hun eentje, dan met tweeën. En dan die groep wordt steeds groter. Maar als die groep steeds groter wordt, zul je dus ook goed moeten communiceren. Onder stress. Ja. Dus het is een onbekende situatie. Je werkt met onbekende mensen.
Dus aan competenties, daar hangt het niet meer van af, weet je wel. Want dat heb je niet meer op dat moment. Ja, ze hebben andere competenties. Ze vallen terug op hun karakter. Ja, en dat kun je mooi zien in die oefening. Juist, ja. Dus ja, als er dan, weet je wel, niet goed gecommuniceerd wordt, dan komt dat maximaal tot uiting in die oefening, want dan gaan de dingen niet goed. Ja. In het moment. En daar kun je dan op coachen. Dat is wat we doen. Simpelweg benoemen van, joh, weet je wel, wat gebeurde er nou? Ja, zo en zo. En hij deed dit en dat, dus deed ik dat en dat. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Ja, ik heb wel een mooie. Wat me altijd is bijgebleven, is dat we op een zeker moment was er een groep directeuren bij ons. Het is echt een mooi voorbeeld. En zij gaan met z'n allen. We hebben 3 forten ter beschikking om die oefeningen te doen. Dus op een gegeven moment waren we bij een fort waarbij we ook echt levendige scenario's draaien. Dus moet je voorstellen met rook en knallen en geluiden en levende oefenverdachtes en zo. En dan is er bijvoorbeeld een overval gaande, wat ze moeten oplossen. En dan gaan ze met z'n allen naar binnen. En op een gegeven moment ziet een van die mannen de verdachte aan het einde van een lange tunnel staan. En die verdachte die schiet op ze en daarna keert hij om de hoek om. Verdwijnt hij dus uit beeld. En een van die mannen die besluit dus erop af te rennen. Alleen. Ja. Weet je wel? En al. Het leek wel een film. Ik zie hem in slow motion zo. Die kant op rennen, weet je wel. En de hoek om zo. Ja, politie. En hij had hem te pakken, weet je wel. Dus dat was hartstikke goed. Dus dat team sluit aan en ze maken een opdracht af. En daarna gingen we evalueren. Oké, hoe ging het? Ging goed. Oké, het ging allemaal goed, weet je wel. Ja. Maar als het allemaal goed ging, waarom gebeurde dit dan en dat dan en dat dan? En dan zie je, oké, inderdaad. Oké, beginnen we even opnieuw. We beginnen bij de commandant. Commandant, weet je wel, leid jij je eigen debriefing eventjes. Nou, zo bouwen we het helemaal uit. En op een gegeven moment gaan we ook naar het gevoel. Want we beginnen echt met de feiten, hè? Met de acties. Of wat is er gebeurd en wie heeft wat gedaan. En daarna, maar en wat deed dat dan met je? En toen verklaarde dus die jongen, die man die was weggesprint van de groep. Hij zegt, ja, en ik sprint en ik had die verdachte, weet je wel. Oké, en wat gebeurde er met je toen je daar stond, weet je wel? En toen zei hij, ja, ik voelde me eigenlijk best wel eenzaam. Oké. Want ik stond daar alleen. Ja. En er was een business coach bij en die sprong gelijk in. En die zegt, ja, herken je dat niet, zegt hij. Dus hij, ja, dan zie je ze nadenken, weet je. Want dat is het mooie, weet je wel. De meditatie, daar gaan ze, van, oh shit, ja, hoe moet het? Herken je dat niet? Dat heb je in je bedrijf ook. Ja. Als jij een visie hebt en je gaat ervoor en je neemt een beslissing en je gaat ervoor, maar je vergeet je managementteam te informeren. Ja, in je bedrijf voel je ook eenzaam, heb je aangegeven. Hè? Want ze zitten in zo'n traject met die business coach. Dus, en dan zie je hem echt zo van, ja, fuck ja. Inderdaad, ja. En daar komt het dan tot uiting. En dan ook nog eerst zeggen van, ja, jongens, jullie sloten niet aan bij mij, weet je wel. Ja, en al die jongens die staan zo van, weet je, door dat jij wegrende van ons, weet je wel. Zo. Oh ja, ja, ja. Ja, dat was goud, jongen. Dat was goud. En dat is, ja, en wij zeggen dan, ja, er valt er geen kwartje, maar een goudstaaf. Weet ja, je wel? Precies. Valt er echt een goudstaaf. Ja, dat is wel een hele mooie, concrete terugkoppeling op een constructieve wijze. Ja. Ja, tof, tof. Hey, bij de Special Forces is structuur vooral erg belangrijk in je leven. Hoe pas jij dit zelf toe? Mijn compagnon is de structuur. Dat is dus heel slim, hè? Ja, dat is echt zijn kracht. Ja. Ik heb het ook, ik kan het ook wel, maar mijn maatje is echt, die is echt goed in alle stappen, weet je wel, van 1 tot 2 naar 3 naar 4 naar 5 en dan die heeft alles, die heeft alles zo in kaart. En is dat ook omdat je met je eerste bedrijf zeg maar een faillissement hebt gehad? Dat je nu goed weet wat je zwaktes zijn en waar je kracht ligt. Dat je dat kunt uitbesteden van, hey, hier ben ik wat minder sterk in. Zou jij dit op je kunnen nemen? Klopt, ja. Want een van de grote oorzaken waarom dat bedrijf is omgevallen is het tekort aan structuur. Ja. Ja, structuur in afspraken of structuur in de planning of structuur in contracten, weet je wel. Was allemaal niet optimaal geregeld. Dus daar is het omgevallen. Dus ja, dan weet je dat van jezelf. Van, nou, dat is niet mijn kracht. Ik ben meer Een inspirator, denk ik. Ja. Weet je wel? Ik kan echt mensen motiveren. Ja, motiveren, maar ook inzichten geven of laten nadenken over bepaalde dingen, weet je wel. En dat is misschien wat zweveriger dan dat je heel concreet zegt van zo en zo en zo is het. Ja. Snap je? En die combinatie ervan, van wat mijn maatje heeft aan de structuur en heel down to earth, weet je wel, en heel erg direct. De combinatie met
ja, wat losser zijn en wat meer op de improviserende manier, zeg maar. Dat is heel sterk, die twee dingen bij elkaar. Ja, dat is, dat is zeker een mooie combinatie. En hoe vind je dat zelf, dat je daar zeg maar minder goed in bent in structuur? Vind je dat erg? Nee. Nee, en ik word er steeds beter in, want ja, ik zit elke dag naast hem, dus ik leer er ook van. Ja. Weet je wel? En het is niet zo dat ik geen structuur heb, want hij is er gewoon beter in. Het is gewoon echt zijn kracht. Ja. Ja, wat je zegt, hè, er is niks goed, er is niks fout. Kijk waar je in uitblinkt en zo heeft ieder zijn ding. En jij bent wat beter in spreken, motiveren, et cetera. Precies. En dat zou ik de luisteraar ook mee willen geven. Het belangrijkste... Denk ik, het belangrijkste wat je kan doen in dit leven hier, nu, is zelfbewustzijn creëren. Ja, en wat is dat precies? Nou, weten wie je bent, wie je echt bent, weet je wel. Dus we hadden het net over die ego-constructie. Nou, dat is natuurlijk iets wat gebouwd is vanaf conceptie, misschien wel eerder. Maar laten we zeggen, vanaf conceptie tot en met heden. Ja. Dat is allemaal geconstrueerd, weet je wel, op basis van wat je hebt gezien, wat je hebt gehoord, wat je zelf hebt ervaren. Ja. Maar dat is niet wie je echt bent. En als je jezelf afvraagt op regelmatige basis, ja, wie ben ik? En wat doe ik? En ik heb nu een gedachte, weet je wel. En waarom heb ik deze gedachte? Of waar komt die gedachte eigenlijk vandaan? En wie is die gedachte toebedeeld? Ja. Kun je gedachte kiezen? Kun je gedachte kiezen? Mooie vraag. Mooie vraag. Ja, dat is een mooie vraag, ja. Ja, dan moeten we eigenlijk eerst vaststellen waar ze vandaan komen. Of ze ergens vandaan komen, of dat was ze zelf. Dat hebben ze ook in de kwantumfysica, hebben ze er nog geen antwoord op kunnen geven, waar het precies vandaan komt. Het zweeft een beetje rond, hè. Het komt gewoon in je op. En aan ons is het eigenlijk, je kunt wel trainen hoe je er op reageert. Mm-hmm. En ik denk dat jij dat in je yoga en in je meditaties wel goed hebt kunnen doen, hè, door te leren kijken naar je gedachten. En daardoor kun je zelf bepalen van, hey, hoe ga ik hierop reageren? Ga ik mee in de stroom van gedachten? Dus stel dat je bijvoorbeeld boosheid voelt, omdat je moeder een verkeerde opmerking heeft gemaakt. Dat je dan voor jezelf zegt, ze houdt ook niet meer van me. Dan spring je echt op het paard en dan ga je helemaal mee in die boosheid. Terwijl als je naar die gedachten kijkt en afvraagt van, klopt deze gedachte of niet? Mm-hmm. Nou, dan kun je heel vaak al zeggen, nou, deze gedachte klopt niet. Dan kun je hem heel relaxed naast je neerleggen. En dan hoef je niet mee te gaan in die stroom dat je nog een half uur boos bent. Ja. Dus de manier waarop je reageert op gedachten, ja, die is wel trainbaar. Maar ja, dan moet je eerst wel je gedachten leren herkennen. En ik denk dat stap 1 is natuurlijk. Ja. Dus dan heb je gedachtes en dan krijg je gevoelens. Dus een gevoel voor mij is niets anders dan een reflectie van wat ik dacht. Ja, want als ik wil weten hoe ik denk, dan als ik dan, het gevoel is al sterker dan gedachten, want mentaliteit, dat is heel vluchtig, maar gevoelens zijn alweer wat tastbaarder, want je voelt meer dan dat je bewust bent dat je denkt. Ja. Dus als boosheid opkomt, als je jouw voorbeeld aan te halen, dan komt die boosheid op, dan wil ik weten, wat dacht ik? Ja, of wat, terug. Ja. Of wat, weet je, ben ik getriggerd door iets wat iemand zei? Ja. Ja, en zo kun je inderdaad altijd zelfverantwoordelijkheid nemen voor je emoties. Want er komt natuurlijk eerst, zie je iets, je neemt iets waar, er is een bepaalde trigger. Dan komt er een gedachte op en dan beland je in je emotie. En als jij al voor je emotie met je gedachten kunt spelen, hè, dat je kunt kijken ernaar van, hey, wat denk ik nu? Klopt dit of niet? Nou, dan kun je of vol in je emotie meegaan. Met blijdschap is dat natuurlijk super tof. Maar in andere gevallen kun je er helemaal in meegezogen worden. Dat je echt een halve dag dat je jezelf eigenlijk kloten voelt. Ja, ja, eens. En helaas, want wat jij nu omschrijft, dat klinkt heel simpel. Ja. Het is heel uitdagend. Het is echt niet makkelijk om, en daarom noem ik het ook zelfbewustzijn. Want voor zelfbewustzijn moet je dus continu jezelf observeren. Ja. Gewoon de hele dag, weet je wel. Hoe sta ik? Hoe loop ik? Wat zeg ik? Op wat voor toon zeg ik het? Wat voel ik? Hoe reageer ik? Ja, taal is daarin ook super belangrijk. Hè? Ja. Als jij de hele tijd zegt, ja, ik ben boos. Of ik heb boze gevoelens. Dat is al een wereld van verschil.
En als jij continu identificeert met je emoties, ik ben boos, ik ben kwaad, ik ben lui, ik ben niet goed genoeg, dan blijf je jezelf identificeren met je emoties, met je gedachtes, terwijl het eigenlijk gewoon dingen zijn die in je opkomen. En als je daarnaar leert kijken, in plaats van dat je in de verkramping ermee identificeert, dan kun je er ook van loskomen en dan kun je ook loskomen van het lijden. Precies. En daarom stellen we ons die vraag. Wie ben ik? Ja, en weet je wel, want je bent niet je emoties. Nee. Dus je kan niet zeggen, ik ben boos. Nee, precies. Eigenlijk lukt dat niet, want je bent niet je emoties. Emoties is een gevolg van iets anders. Ja. En als therapeut heb ik ook ontdekt voor mezelf, want ik was echt op het fysieke aan het behandelen, het fysieke lichaam. En op een gegeven moment, als ik bepaalde spierstructuren en bindweefsel losmaakte, brak er ook emotie uit bij mensen. Dus toen had ik voor mezelf de relatie gelegd van, oh, wacht even, dus het fysieke en het emotionele is aan elkaar verbonden, want het lichaam slaat dus letterlijk informatie op. En ja. als ik dat losmaak, komt die informatie weer vrij. Ja. En dan is dus ook de uiting daar. Dus mensen die, ja, laten we dan negatief denken, weet je wel. Als je vaak negatief denkt, en je hebt vaak ook een negatief gevoel of negatieve emoties, en je doet er niks mee, gaat het in je lijf zitten. Ja, het wordt een soort verkramping ook. Ja, dat zeg je heel mooi. Het wordt een soort verkramping of stress, spanning, hè, in het lichaam. Ja. Dus dat bindweefsel gaat op spanning staan. Die spieren gaan op spanning staan. Ja. En als iets lang onder spanning staat, is er minder zuurstof, is er minder doorbloeding. En dan gaat het zeer doen. Ja. Dan krijgen mensen pijnklachten. Nou ja, de eerste klacht die je krijgt, nou, dat kan het lichaam nog wel een beetje compenseren, weet je wel. Die tweede komt dan, want je compenseert, dus je krijgt ergens anders last. Ja. Weet je wel, dus, en op een gegeven moment kun je niet meer compenseren en dan is het chronisch, weet je wel. Dan noemen ze het ineens chronisch. Ja, je hebt chronisch last, want je hebt altijd pijn. En een hele grote bron van inspiratie voor mij hierin is geweest Dr. Joe Dispenza. Oké, ja. Hem, of? Ja, ik heb toevallig een boek van hem gelezen. Ja, dat is echt, was voor mij ook zo'n eye-opener. Eigenlijk een bron of een feest van herkenning. Dat ik dacht, van, oh, eindelijk iemand die het spirituele en het zweverige kan vertalen naar wetenschap. Ja. Letterlijk met allerlei hormonen en neuronen gewoon kan uitleggen van, nou, zo werkt het in je lichaam en daarom voel je zo. En als je dus anders gaat denken en je gaat affirmeren of declareren of wat je dan ook zegt tegen jezelf of denkt over jezelf, dan kun je echt door veranderen. Ja, dat vind ik inderdaad ook wel fijn, hè? Dat wow. Er steeds meer bekend wordt vanuit de spiritualiteit en wetenschap en dat het uiteindelijk toch samenkomt, dat er heel veel hetzelfde is. Dat daar steeds meer over bekend wordt. Ja, ik denk dat dat voor iedereen wel goed is, want dan wordt het ook minder zweverig. En dat is voor mezelf ook zoiets. Ik wil ook graag heel veel op wetenschappelijk niveau uitgelegd hebben. Dus ik ga niet overal zomaar in mee. Mm-hmm. Maar in de spiritualiteit dan kun je door ervaring kun je ook dingen ervaren, zeg maar. En daardoor weet je dat het klopt voor jezelf. En dat is prima. Als het goed voelt, voelt het goed. En dan kan iemand anders wel zeggen, nee, het werkt niet zo. En soms is dat niet wetenschappelijk uit te leggen. Maar ik vind het wel fijn dat er nu steeds meer wetenschappelijke onderbouwing komt. Ik kan me voorstellen, ja. Ja, en zeker ook als je dat naar andere mensen moet gaan uitleggen waarom je het doet zoals je doet. Nou ja, je moet natuurlijk niks. Maar het kan andere mensen ook bepaalde inzichten geven. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen waarheid. Eigen waarheid, eigen leertempo. En als je het mij vraagt, is er uiteindelijk maar één absolute waarheid. En dat is wat ze noemen God of bewustzijn of het universum. Of mensen die het echt begrijpen, die zeggen zelfs van, er is geen naam voor. Ja, omdat het vormloos exact. Is. Het is dat wat niet benoemd kan worden. Want weet je wel, als we het konden beredeneren, dan zouden we, dan, weet je wel, ja, het is dan wel, zouden we er al zijn. Er is een soort constante waarin alles verschijnt, bedoel je? Ja, dat staat stil. Weet je wel? En alles daaromheen beweegt. Ik gebruik wel eens de analogie van een wiel met een as, weet je wel. Als je dat ziet gaan, het gaat voorbij, de as staat stil, maar het wiel daaromheen draait. Ja. Of bijvoorbeeld een wervelstorm, weet je wel. Het hart van de storm, dat oog, daar is het heel rustig. Weet je wel? Daar heb je niet eens door dat het stormt, maar als je een stap naar opzij doet, of een paar stappen opzij doet, dan sta je midden in de storm. Ja. En zo is het ook met ons, weet je wel. En hoe kijken wij naar de wereld? Ja. Ja, ik denk dat dat inderdaad een mooie is. Hoe kijken wij naar de wereld? Want iedereen die heeft zijn eigen perceptie. Iedereen is anders opgevoed. Hè, heeft een ander DNA.
alles heeft met elkaar te maken. In welke omgeving groei jij op? Dat bepaalt voor een heel groot gedeelte hoe jij naar de wereld kijkt. Want iedereen heeft wel een bepaalde blauwdruk als DNA. Alleen daarna moet je gaan kijken, hè? Wordt het getriggerd of wordt het niet getriggerd? En dat is hoe jij je gaat ontwikkelen als mens. En zeker de kindertijd is daar heel erg belangrijk in, tot een jaar of 7. Waarin je aangeleerde patronen allemaal leert en waar je altijd op terugvalt. Hè. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom we ons zo graag niet willen bewijzen, maar wel altijd goed willen voelen en eerst iets moeten doen om ons goed te voelen. Dat je na een dag, als je niks productiefs hebt gedaan, dat je je toch een soort van waardeloos voelt. Hè, dat kon ik voorheen nog wel eens hebben. Maar nu kun je veel beter naar jezelf kijken dat je eigenlijk al goed bent zoals je bent. En dat er geen extra druk op ligt dat je per se iets hoeft te doen. En doordat je al blij bent met jezelf, ontstaat er juist veel meer creativiteit en wil je juist veel meer doen. Dus ik denk dat dat wel een mooie les is. En misschien is het wel zo dat hoe meer je ontspant in die zin, dus minder van alles willen. Ja. Want zoals ik er naar kijk, is dat allemaal ego. Het ego wil. Het ego vindt. Weet je wel? Het ego moet. Ja. Maar alles daarnaast, weet je wel? Het goddelijke hoeft niks. Moet niks. Weet je wel? Dat ontstaat gewoon. Dat groeit en bloeit. Weet je wel? Ja. Een boom die zit ook niet de hele dag van, ja, ik moet nu appels maken. Weet je wel? Nee, dat gebeurt gewoon een keer. Ja, dat is het mooie. Hè? Het is gewoon een cyclus. Een boom die heeft geen zelfbewustzijn. Zoals wij die als mens hebben ontwikkeld. Want stel nou dat een boom wel een menselijk bewustzijn zou hebben, dan zou die boom ineens zeggen, hey, ik sta in contact met al die andere schimmels en bomen en dat doe ik allemaal. Terwijl wij als mensen... Zie je mij? Ja, precies. Terwijl wij als mens hebben wij wel een menselijk bewustzijn en gaan wij wel continu zeggen van, hey, kijk wat ik doe. Ja. Terwijl alles ook gewoon vloeit en vanzelf gaat. Ja, dus je zou kunnen zeggen, hoe meer je dingen loslaat, of je vibratie verhoogt in die zin, des te meer komt er op je af wat je wil. Ja, ik denk dat het mooie is dat je steeds meer open staat. Dan zie je ook steeds meer kansen. Ja, maar er ontstaan inderdaad steeds meer kansen. En dan heb je gewoon veel meer keuze. Ja. Dan kun je ervoor kiezen. Dan komt het naar je toe. Ja. In plaats van dat je het moet halen. Ja, inderdaad. Want je kunt wel een stip aan de horizon zetten. Maar het wil niet zeggen dat je onderweg bent, dat je dan per se naar die stip moet. Maar er kunnen ook heel andere kansen zich voordoen, waardoor je op een nog mooiere stip terechtkomt. 100%. Ja. En als je een stip hebt voor jezelf, dan kom je er echt wel. Ja, want als je maar in beweging blijft. Ja, alleen het tempo, denk ik. En dat merk ik bij mezelf heel erg op. Weet je wel, het geduld en het tempo. Als je te snel wil. Ja. Weet je wel, dan raak je ook weer gefrustreerd. En ik denk dat daardoor mensen ook snel opgeven. Ja. Nou, laat maar. Ja, precies. Maar weet je wel, zie je wel. Het lukt niet. Kan het niet. Ja, ja, ik denk dat dat vaak ook door negatieve ervaringen komt, hè, bij mensen. Dat ze continu terugrelateren naar de negatieve ervaring. Terwijl er ook zoveel positieve ervaringen zijn geweest. Het wordt een soort van cherrypicking. Hey, ik heb toen een wiskundetoets niet gehaald. Ik ben super dom. Terwijl je daarvoor misschien 6 keer een prima cijfertje hebt gehaald. Ja, precies. You're as good as your last bad. Ja, precies. En dat mensen niet meer relativeren en kijken naar waar het wel goed is gegaan. Ja, ja, ik zag een keer op LinkedIn een heel mooie post waarin werd omschreven dat een leraar die voor de klas staat, en die schrijft aan de tafel van 9 op zo'n krijtbord. Ja, ja, ik ken hem. Ja, hè? En een van die tafels schrijft hij dus verkeerd op. En al die kinderen lachen hem uit. Je schrijft het verkeerd op, ja. Oh, sukkel. Ja. En dan zegt hij heel terecht van, jongens, jullie zien die ene fout, maar die andere 9 die ik wel goed heb, die zien jullie niet. Daar zeggen jullie niks over. En daar krijg je kippenvel van, weet je wel. En dat is echt hoe we zijn als mens, toch? Ja, de meeste mensen zijn echt zo, hè. We zijn zo gefocust op het negatieve, maar waarom? Ja, dat komt toch uit de oertijd. Hè? Toen moesten wij continu aanstaan, onze focus hebben. Komt er straks een grote predator die me op wil eten als een leeuw of een ander gevaarlijk beest. En daardoor sta je heel erg aan, in die tijd tenminste. En daardoor focust je
brein zeg maar heel erg op het negatieve. En dat is nu ook waarom het nieuws het heel veel negatiefs brengt. Omdat wij daar continu op geprikkeld worden. Het vraagt onze aandacht en dat werkt. En aan ons is het om te trainen om toch weer meer positiviteit te creëren. Door bijvoorbeeld 's avonds voor het slapen gaan 3 positieve dingen tegen jezelf te zeggen. Ik bedoel, dan ga je gedurende de volgende dagen ga je ook steeds meer positieve dingen opvallen. In plaats van dat je negatief het nieuws alleen maar leest, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Vraag ik me af of al die nieuwslezers nog in de oertijd leven. Ja, ja, met journalisten. Ja, het vervelende is natuurlijk dat ons brein is niet zo snel ontwikkeld als de technologie allemaal. Dus ons brein stapt nog wel redelijk vanuit de oertijd. En daarom zijn we ook zo gefocust op negatief nieuws en scoort dat ook zo erg. Misschien dat wij hier met deze podcast een klein beetje verandering in kunnen brengen. Wat positiviteit, wat voor mensen te leren. Ja, ik hoop het echt. Ik hoop het echt. Ja, ik denk dat ze sowieso wel mooie inzichten hebben gekregen. Zeker door jouw verhaal te vertellen. Ik vind het toch wel knap hoe je vanuit de Special Forces helemaal je eigen weg hebt bewandeld. En ook open en bloot gewoon je eerlijke verhaal vertelt. Ook, ik denk dat sommigen misschien zoiets hebben van ja, hij doet eerst de Special Forces en nu vertelt hij over spiritualiteit, vertelt hij over zijn angsten, is heel kwetsbaar. En ik denk dat je daarin zeker een voorbeeld bent voor veel mensen. Oh, dankjewel man. Ja. Dat vind ik heel mooi om te horen. Dat geeft me een warm gevoel. En dat is niet een makkelijke reis geweest. Weet je, dat kan ik er nog wel bij zeggen. En dat wil ik ook mensen meegeven. Dat aan de andere kant van alle angsten of alle beperkende overtuigingen of de negativiteit, daarachter zit de magie. Ja. Dus je moet er doorheen. En wat is zo belangrijk om uit die comfortzone te gaan? Dan ga je er doorheen. Ja. Weet je wel, een koude bad is bijvoorbeeld zo'n mooi voorbeeld, weet je wel. Want je denkt eerst van, nou, dat ga ik niet redden, man. Hoe ga ik in godsnaam in 0 graden water of ja, iets boven 0 ijskoud water, hoe ga ik daar 3 minuten in zitten? Maar als je het doet en je komt eruit, heb je de ervaring en dan weet je het, weet je wel. Of we hadden laatst een ROC bij ons. Dus ROC uit Purmerend. Ah ja, ja, ik ken hem. En dat zijn leerlingen die bereiden zich voor op een carrière bij Defensie of bij een ander overheidsorgaan. En sommige van die leerlingen die zetten wij dan in een positie dat ze een verdachte moeten aanhouden of zo. En er zijn er dan bij die geven het halverwege op, weet je wel. Dus die beginnen heel overtuigd van ja, ik ga het doen. En boem, die rennen die kamer in, die deur gaat open, boem, die gaan naar binnen. En halverwege draaien ze om en zeggen ze van nee, ik stop. Ik wil dit niet, ik kan het niet. Nee, ik wil naar buiten, ik wil stoppen. Een beetje paniek. Ja. Oké, stop maar. En dan gaan we weg en dan gaat iemand anders. En dan op een gegeven moment kwam die persoon weer terug. Ja, ik wil het toch doen. Nou, mooi, weet je wel, dan gaan we het doen. En toen deed hij, het was een zij, toen deed ze het. En toen viel het allemaal wel mee achteraf. Snap je? Dus de magie zit hem achter de ervaring, weet je wel. Als je de ervaring hebt, dan weet je het gewoon. En dan zul je realiseren dat angst gewoon echt totale bullshit is. Iets wat je zelf aanpraat. Angst is een product van je verbeelding over een verwachting die in de toekomst ligt. Ja, en nou, hoe zou je ermee om kunnen gaan? Stel dat iemand een angst heeft bijvoorbeeld, die moet een beslissende bal slaan met tennis. Matchpoint. Komt een angstgedachte in diegene op. Pats, deze moet je goed slaan. Anders verlies je de match. Mm-hmm. Hoe ga je ermee om? Wat ik zou doen, en wat ik doe is, als ik een gedachte krijg die me niet dient in dat moment, dan zeg ik, oké, bedankt voor de feedback. Cancel deze gedachte. Dus ik annuleer hem letterlijk in mijn hoofd. Ja, maar je accepteert hem wel heel even. Ja, ik accepteer hem wel. Precies. Ik kan die kant van mezelf niet ontkennen, want dat is er. Dus dan zeg ik gewoon, oké, bedankt voor de feedback. Cancel. Ja. Ik weet dat het een belangrijk punt is. Delete. Ja. Ik kan dit gewoon. Ja. Ja. Ik kan dit. Ik ga scoren. Ja, ja, ik denk dat het mooi is. Vertrouwen. Ja. Ik heb zelf gevoetbald tot 2 jaar terug, voordat ik op wereldreis ging. En af en toe moest ik wedstrijden spelen. Dat waren dan hele belangrijke wedstrijden voor een paar duizend man. En dan ging ik het veld op en dan zei bijvoorbeeld een teamgenoot van mij, ja,
Het is net alsof er 120 volt op mijn bar staat. Maar ik had wel eenzelfde soort gevoel. Alleen ik koppelde er me aan enthousiasme. Ja. Dus ik had zoiets, ja. Ik heb er heel veel zin in. En ik denk dat we beide hetzelfde gevoel hadden. Alleen hij koppelde er een angstgedachte aan. Ja. Van als het maar goed gaat. En ik koppelde er een gedachte aan. Ik ben vet enthousiast. Ik heb er superveel zin in. En vandaag gaat echt de topdag worden. Ja. En ik denk dat het verschil is. Dat je gewoon leert je gevoel herkennen. En het is net wat jij eraan koppelt. Ja. Ja, en je hebt het ook over intentie. Ja. En intentie zet eigenlijk de toon. Ja. Zet het, weet je wel, intention. Als ik dat woord voor mezelf ontleed, dan hoor ik intention. Dus inspanning. Ja. Dus je spant eigenlijk je boog. En dan is de vraag, waar richt je op? Richt je op die angst of richt je op die, ja, op het enthousiasme? Weet je wel, ik heb er zin in. Ik ga lekker spelen met mijn maten. En we gaan gewoon knallen, we gaan winnen. Ja, dat is een mooie metafoor. Wat is de intentie? Ja, supermooi. Hey, ik vond het een super tof gesprek. We gaan hem afsluiten. Heb je als laatste nog een soort mijn tip om je volle potentieel te bereiken? Ja, boek een Special Force Experience bij ons. Wereld. Zonder gekheid. Dat zou ik natuurlijk wel heel tof vinden, want dat is echt een magisch programma. Maar geloof echt dat je alles kan. Ja. Geloof echt dat je alles kan. En als je denkt dat je het niet kan, is het ook niet erg om hulp te vragen. En iemand die het misschien al wel heeft gedaan, weet je wel. Want dat zie ik ook veel bij mensen, dat ze gewoon niet durven te vragen. Ja, want dan leid ik gezichtsverlies, of dan faal ik, of dan, weet je wel, dan ben ik niet goed genoeg. Of wat er dan ook getriggerd wordt, laat het alsjeblieft los. Als je iets wilt bereiken, omring jezelf dan met mensen die er al zijn en stel vragen. Want dat zijn ook mensen, weet je wel. Ook al kijk je tegen ze op of hebben ze een bepaald status of weet ik veel wat. Vragen stellen is het beste wat je kan doen. Ja. Echt. Aan jezelf en aan anderen. Ja, vind ik een mooie afsluiter. Jan, ik vond het echt hartstikke tof dat je me hebt uitgenodigd. Nogmaals, dank je wel. En ik hoop oprecht dat we mensen aan het denken hebben gezet. Ja. Al is het er maar eentje. Bedankt voor het luisteren en tof dat je ook mee op inspiratie was. Door deze podcast op jouw kanaal te liken, delen of op te abonneren, gaan we samen nog meer mensen inspireren. Doen dus. Tot de volgende!